Nou, dan gaan we vandaag een mooie bloem maken. Dat doen we met een wet-in-wet techniek. En dan gaan we eerst een mooie onder maken. Ik heb de kleuren, de Lady Violet en de Majestic Blue ga ik ervoor gebruiken. Ik ga eerst een hele ondergrond opzetten met de Lady Violet. Zodat we daar dadelijk een mooie ombre op kunnen maken. Even de tip helemaal goed lakken. Egaal. Nou, dan is de eerste keer uitgehard. Gaan we met het tweede laagje beginnen voor de ombre. Ik ga beginnen met de Majestic Blue zet ik bovenop. En daar tegenaan zet ik de Lady Violet nog. En dan gaan we met het ombre penseel gaan we ze een beetje de verloop erin brengen. Dit hoeft niet heel nauwkeurig, omdat dadelijk de wet-in-wet bloemen eroverheen komen. Dan ga ik met de detailer nummer 3 en een beetje zwarte linen gel, ga ik het hart van de bloem alvast opzetten. We gaan hem nu niet uitharden. Even kijken, de Premium Oval 4, die werkt heel lekker om de blaadjes aan te zetten. Je hebt eigenlijk maar een klein puntje nodig. Ik vul hem even een beetje in. En ik pak eigenlijk een klein druppeltje. Ik zal hem goed laten zien. En dan ga ik hem aanzetten. En met een klein bochtje terug naar het hartje toe. Gaan we nog een blaadje aanzetten. Dan zetten we het derde blad aan. En dan ga ik het zwart van het hart, ga ik allemaal streepjes inzetten. Beetje fijner, wat dunner, wat langer. Een beetje zwart erbij, dat mijn hart wel donker blijft. Nou, is hij weer uitgehard. Gaan we de blaadjes aanzetten met de witte liner gel. Net als net, ik pak eigenlijk een bolletje op mijn penseel, een puntje. En dan gaan we het blaadje eigenlijk in 3 stappen verdelen. We zetten eerst de zijkanten even aan. Hoeft ook niet helemaal door te lopen naar beneden. En de andere kant. En ook dat doen we aan het bovenpuntje van het blaadje. En tussendoor pak ik af en toe wat extra liner gel om te zorgen dat het penseel goed vol zit. Om hem nog echter te maken. Ik hou ervan om meestal van de buitenkant van wat dikker aan te zetten, wat meer puntjes aan te zetten en naar elkaar toe wat dunner. En dan zou je er ook nog voor kunnen kiezen om, net zoals bij een orchidee, dat je dat wel eens ziet, om ook op de uiterste zijde van de blaadjes nog een wit puntje te zetten. Nou, dan gaan we hem afwerken. Daar gebruik ik Supreme Finish voor. Ik hou wel van een glans over mijn bloem. Dan ga ik hem nog 1 keer uitharden en dan gaan we zo kijken naar het eindresultaat. Nou, dan is hij volledig uitgehard.
hierbij het eindresultaat. Ik heb er op dit moment 1 bloem opgezet, maar je kunt ook de hele nagel daarmee vullen. Ik hoop dat jullie hem allemaal na gaan maken. En ik wens jullie veel succes ermee.